Ja, zo'n sporthorloge, ik vind dat kei plezant om mijn hartslag en mijn aantal stappen te volgen en zo. Maar dat is toch echt lelijk en niet zo handig. Zou dat niet beter zijn als dat gewoon in mijn lichaam kan zitten? In mijn pols, een chipje of zo? Zou de wetenschap daar al mee bezig zijn? Ja, ik ben daar mee bezig. Ik ben op zoek naar een manier om een hartslagmeter, een thermometer of een glucosesensor in te brengen in het menselijk lichaam. Geen gemakkelijke opdracht, maar ingenieur Koen van de Wal van de U Hasselt is er bijna. Wij van de Universiteit van Vlaanderen gingen hem bezoeken in zijn labo. Kan ik mijn sporthorloge niet vervangen door een ingebouwd chipje? In deze labo's werken wij aan een mini-chip die ingeplant kan worden in het menselijk lichaam. En die eigenlijk alle functies en nog meer overneemt van het sporthorloge. Dus die bijvoorbeeld hartslag, maar ook cholesterolgehalte in het bloed, temperatuur, glucosegehalte in het bloed kan opmeten, continu monitoren en dan doorsturen naar een gsm of een computer om zo eigenlijk altijd een dokter bij u te hebben. Die chip zou niet voelbaar moeten zijn, de persoon zou niet mogen weten dat die in het lichaam zou zitten. Op dit moment is die chip er nog niet, maar we werken er aan. En eigenlijk noemen ze het ook helemaal geen chip, maar wel een biosensor. En maar goed ook, want een chip deed mij al wat denken aan iets hard voor in de computer of aan die chip op mijn bankkaart. Dit is een siliciumchip. Dat zijn degenen die in computers zitten en elektronische schakelingen. Deze chips willen we niet in ons lichaam. Die zijn te dik. Het gaat ongemakkelijk voelen. En ze gaan misschien afgestoten worden door het lichaam. De sensor die wij hier maken is geen chip. Is eerder een heel zacht, flexibel materiaal. Gebaseerd op koolstofgebaseerde moleculen of organische moleculen. En omdat wij zelf voor een groot deel uit water en koolstof bestaan, is de kans dat dit afgestoten wordt veel kleiner. We plannen om deze organische biosensor om die in het lichaam te krijgen. We weten nog niet heel goed. We zijn blij dat we al zo ver geraakt zijn om hem van een harde steen naar een zacht materiaal gemaakt te krijgen. Om hem dan in het lichaam te krijgen, dat kan via misschien een operatie onderhuids of op de huid. Daar gaat er van afhangen welke biologische signalen gemeten we wensen te meten. Hij kan ook opgerold worden, dus misschien in een pilletje dat ingeslikt kan worden. Dat is wel nog toekomstmuziek. Voor nu is het belangrijkst om de elektronische en de biologische signalen die die chip zou moeten die biosensor zou moeten meten, dat die dat kan en efficiënt. Er gaat nooit een biosensor zijn die alles in één klein velletje kan meten. Sommige biosensoren gaan ook op andere plaatsen ingeplant of opgeplakt moeten worden. Sensoren die signalen in de hersenen meten gaan ook dicht bij je hersenen moeten zijn. Sensoren voor glucose en zo verder, dicht bij de bloedvaten, dus liefst op een niet te ongemakkelijke plaats. Dus er gaat nooit één sensor zijn die alles gaat kunnen meten. Als ik mijn sporthorloge ooit wil vervangen, dan zullen het dus meerdere biosensoren zijn die in mijn lichaam geplant worden en dan elks iets anders opmeten. Superhandig voor mij, en dan ben ik van die lelijke sporthorloge af, maar voor sommige mensen kunnen sensoren die hun hartslag of bloedwaarde meten echt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met diabetes. Wij werken nu voornamelijk aan de glucosesensor. Voor mensen met diabetes, nu moeten die dikwijls bloed prikken, moeten dan het bloed op zo'n harde sensor leggen en die sensor meet dan het suikergehalte of het glucosegehalte in het bloed. Ik zou zelf ook niet graag prikken elke dag of elke twee dagen, dus deze sensor zou dan ingebouwd worden. Er moet niet meer geprikt worden. De persoon zou die niet moeten voelen en zou niet mogen weten zelfs dat die in zijn of haar lichaam zit. En dan bijvoorbeeld op de telefoon of op de gsm zou men dan het suikergehalte zien en weet die persoon, moet ik nu insuline spuiten of niet. In je lichaam wordt er constant gecommuniceerd over wat waar in het lichaam nodig is. Hier wat meer insuline, daar is er een virus je lijf binnengedrongen en zijn afweercellen nodig. Of daar heb je je geschaafd en heb je extra bloedplaatjes nodig om een wonde te doen stollen. Super complex allemaal en die communicatie in je lichaam over wat er waar moet gebeuren, dat gebeurt via zogenaamde ionenstromen. En ionen, dat zijn elektrisch geladen atomen die doorheen je lijf gaan. In je lijf zijn er natrium, calcium, magnesium, ionen. Die dragen alle informatie in je lichaam.
in vloeistoffen zoals uw bloed bewegen ladingen door het bewegen van een ion. Een ion is een geladen atoom en dit atoom beweegt, dus de lading trekt een heel atoom met zich mee. Wanneer men dan stromen in sensoren of vaste stoffen of in chips, wanneer daar stromen inlopen, is het altijd een elektronenstroom. Daar gaan de atomen niet bewegen, want het is een vaste stof, het is geen vloeistof. Dus in dit geval gaan elektronen bewegen door van atoom naar atoom te springen. Dus dat zijn elektrische stromen. Ze zijn heel licht, hebben bijna geen massa en kunnen heel snel bewegen. Dus de moeilijkheid hier is om van die ionenstroom, die alle biologische signalen in je lichaam draagt, om die om te zetten naar een elektrische stroom die computerchips, gsm's, die als een signaal uitgestuurd kan worden naar het meettoestel. De biosensor werkt dus eigenlijk als een soort vertaler tussen je lichaam en de gsm of computer, waarop jij dan kan zien hoe het zit met het suikergehalte in je bloed of met je hartslag of temperatuur. Die sensor die krijgt dus informatie van de ionenstromen in je lichaam, maar een computer of gsm kan die ionenstroom niet lezen. Dus de sensor moet die eerst nog omzetten naar een elektrische stroom. En als die elektrische stroom dan sterk genoeg is, kan dat signaal draadloos tot bij je gsm geraken. Nu lopen er in je lichaam heel veel ionenstroompjes en de moeilijkheid is om het juiste signaal, het juiste molecuul wat men wil detecteren, om dat eruit te filteren. En die stroompjes zijn extreem laag, dus de moeilijkheid is om het signaal van de ruis te onderscheiden. Dus hoe meet zo'n biosensor het glucosegehalte in het bloed? Dus de sensor moet in contact komen met bloed, dus moet rond de ader zitten. De glucosemoleculen die dan in het bloed ronddrijven, komen in contact met het oppervlak van die sensor. Dat is een speciaal gemodificeerd oppervlak, zodat de glucosemoleculen gemakkelijk een elektron, een lading, afgeeft aan het sensormateriaal. Die lading, dat is de moeilijkheid dan in de sensor, die lading moet dan in het circuit, het elektronisch meetcircuit, op de sensor komen. Dan schiet er enkel het elektron over en dat elektron zit dan in de vaste stof, de organische sensor. En daar kan het elektron dan springen van moleculen, naar de elektrodes om zo in het meetcircuit te komen die ervoor zorgt dat het signaal van de ruis wordt onderscheiden en dat men dan al een beetje dataverwerking ter plekke kan doen. Zo wordt de ruis ook verminderd. Op dit moment heeft Koen nog niet het ideale materiaal gevonden om die biosensoren uit te maken. Hij is daar nog mee bezig, samen met chemici die telkens nieuwe recepten proberen om tot het ideale koolstofgebaseerde materiaal te komen. Chemici maken een materiaal, dat komt dan in de vorm van een poeder. We zetten die dan om naar een vloeistofvorm, een oplossing. En van deze oplossing gaan we deze dunne filmpjes maken, zoals ik net getoond heb. We doen dat op de volgende manier, door gebruik te maken van deze spincoater. Ik leg hier een glasplaatje op. Ik ga nu een klein beetje van die vloeistof hier opdruppelen en het glasplaatje heel snel laten ronddraaien. Het oplosmiddel gaat dan verdampen uit die vloeistof en wat er achter blijft is een vast, heel dun filmpje, 1000 keer dunner dan een haar. Nu dit materiaal, wat ik net getoond heb, is een goed getest materiaal, maar dat is niet de nieuwste materiaal die we hier in ontwikkeling hebben. Voor de nieuwste materialen, omdat we weten nog niet of van die misschien giftig zijn voor het menselijk lichaam enzovoort. Daarvoor doen we normaal deze type handelingen in een handschoenkast. En die staat hier. Nadat we zo'n filmpje hebben, moeten we daar nog die metalen elektrodes op zetten, zoals in dit voorbeeld, het gele voorbeeld. En dan moeten we, het meeste werk is de metingen zelf. We druppelen dan een bijvoorbeeld in het geval van een glucosesensor druppelen we daar suikerwater op en meten we dan de elektrische signalen die daar hopelijk gaan uitkomen. Het koolstof in de sensoren zit er in de vorm van moleculen of polymeren. Moleculen zoals hier op het raam getekend staan, de cafeïnemoleculen. Er zit niet enkel koolstof in, je ziet er ook N en O geschreven staan. Dus daar zit stikstof, zuurstof in, maar in een chemische verbinding. Dat noemt men dan een moleculen. Als men veel van die moleculen achter elkaar aan elkaar hangt, dan heeft men een polymeer. Je ziet, er zijn miljoenen, miljarden combinaties mogelijk. En het is niet dat we die allemaal willen testen, dus daarom moeten we onderzoek doen. Kijken welke elementen zijn hier belangrijk in, welke structuren zijn er belangrijk, moeten we zeker behouden in het molecuul. En welke zijn nutteloos.
Wat wel eens voorkomt in zulk interdisciplinair onderzoek, waar fysici, ingenieurs, chemici en misschien op lange termijn dan ook biologische en biomedische samenwerking is, we moeten elkaars taal begrijpen. Bijvoorbeeld bij de moleculen, als fysici proberen wij wel eens voor te stellen, kun je daar moleculen niet wat korter maken, kun je daar geen zijketen aanhangen. En de chemici die dan zeggen, ja nee, dat is helemaal niet mogelijk, die chemie die bestaat niet, dat kunnen we niet. Die conversatie is het fijne van onderzoek, zo leren we als fysicus wel iets van chemici en omgekeerd. Hopelijk ook. En ze lachen ons ook wel eens uit. Dankjewel Koen voor deze razend interessante uitleg en ook jullie bedankt om te kijken naar deze video. Zeker niet vergeten abonneren. Ik loop voorlopig nog even verder met mijn sporthorloge, maar ik kijk stiekem toch al uit naar die sensoren die in mijn lichaam alles gaan kunnen opmeten terwijl ik loop en die dan ook gaan kunnen zeggen of ik er nog een extra kilometer kan aanbreien of niet. Ik heb nog wat ciao moeten roepen ofzo. Bye bye!